Het was een en al bedrijvigheid zaterdagmorgen bij het stadhuis in Veghel. Ambtenaren van de gemeente Meijerijstad gingen als bloemenbezorger op pad. Wij zijn bezig met een onderdeel van een landelijke actie. Dat is een initiatief van Ali B. Die heeft gezorgd dat iedereen die thuiszorg krijgt een bos bloemen krijgt. En dat wordt namens Brabant Zorg is dat opgepakt. En als gemeente hebben wij 47 vrijwilligers die die bossen bloemen gaan bezorgen. En deze bloemenactie heeft alles te maken met de moeilijke periode die de ouderen momenteel doormaken. Deze actie wordt georganiseerd omdat het heel fijn is om mensen een hart onder de riem te kunnen steken in deze moeilijke tijd. En ook de sierteeltsector is heel blij om daaraan mee te kunnen werken en een steentje op die manier bij te kunnen dragen, want die stellen de bloemen ter beschikking. De ambtenaren waren volgens Marieke massaal bereid om ook hun steentje hieraan bij te dragen. Wij hebben zelfs een wachtlijst, dus binnen 2 uur tijd hadden we al voldoende mensen binnen en er staan zelfs mensen op de wachtlijst die we helaas het teleur hebben moeten stellen dat ze nu niet mee konden helpen. Maar je ziet dat de bereidheid heel groot is. En we zijn gisteren ook al gestart met het rondbrengen van de bloemen. En we horen dat het ook heel waardevol is om te doen. Dus mensen die de bloemen krijgen zijn heel blij. En de mensen die de bloemen mogen brengen, die zijn ook heel blij. Want die zeggen het is zo fijn om iets te kunnen bijdragen op deze manier. Dus die zijn heel verheugd dat ze dit mogen doen. De burgemeester doet mee, de wethouder doet mee, de gemeentesecretaris doet mee en een heleboel andere collega's. Een mooie actie. Ja, het is heel waardevol om te kunnen doen. Een mooie, fijne actie hier.